Jong Sparta thuis tegen het al gedegradeerde De Dijk. Heerlijke aanname en heerlijke assist van Bukari. En Zakzela met de 1-0. Goeie goal van Jong Sparta, dat dus in de 9e minuut op een 1-0 voorsprong komt. Pistoor, de doelman van De Dijk, die overigens naar dit seizoen vertrekt, gaat naar Lisse. Kansloos. Dit is Bukari, dat is de alleskunner, dat is de man van de assist en de 2-0. Ook daar gaat hij. De linksbuiten en zo is het binnen het kwartier dus al 2-0 voor de belofteploeg van Sparta op het kasteel. En dan De Dijk. Dat best wel aardig kan voetballen en ook wel goede voetballers even, maar dit seizoen gewoon tekort kwam. Maar deze is fraai binnengeschoten. Goeie goal, gescoord door Lars Raaien op aangeven van Zwarthoed. Aanname is goed en dan ineens binnen doelman Lipman kansloos. En zo is het 2-1. En weer een aanval voor HSV De Dijk. El Idrissi helemaal vrij, gevonden door Tol. En dan is het gelijk. Eerste kwartier voor Jong Sparta, tweede kwartier is voor De Dijk en dan staat het al 2-2. En het lachende gezicht van Twisker, de trainer van De Dijk. En dan dit moment, Menzo wordt aangepakt door Lipman. Scheidsrechter Gansner vindt het een strafschop en vanaf 11 meter Raymond Baten. En zo gaat De Dijk ook nog winnen bij Jong Sparta met 3-2. Er zijn de druiven zuur voor Jong Sparta als dit vanmiddag maar niet gebeurt op het kasteel.